Straatvenders die bij openbare evenementen goederen langs de straat aan de man willen brengen, moeten vanaf nu ook een vergunning aanvragen. Zonder een vergunning is het op deze manier niet meer toegestaan te venten. Dit heeft het commissariaat Paramaribo Zuidwest onlangs besloten. Intussen is een bekendmaking al de deur uitgegaan. Districtscommissaris Remy Polak zegt aan onze nieuwsdienst dat dit besluit moet zorgen voor een stuk ordening in het district. Volgens de burgervader zal er nu heel strak worden gelet op de volksgezondheid. Onze mensen beschermen. Mensen verkopen langs de straat, als er shows zijn, neem een voorbeeld, als er een show is bij NIS. Dan zie ik mensen gewoon met flessen. Flessen bier verkopen en dergelijke. Nee, bij activiteiten, in de voorwaarden, als u uw toestemmingsbrief krijgt, de voorwaarde is dat u geen flessen mag verkopen. Dus wij willen dat ding gaan ordenen, zodat het geen wild was is dat iedereen maar komt en een tafeltje zet en dingen begint te verkopen. We weten, als we nemen bij NIS of waar dan ook, dat als er iets wordt georganiseerd, dat er reclame wordt gemaakt, een maand van tevoren. En dan moet je vergunning aanvragen als je belangstelling hebt om daar iets aan de man te brengen. Dan dien je een vergunning te hebben. Dan moet je naar hier komen, naar het commissariaat en aangeven wat je gaat verkopen, waar je gaat staan. En dan kijken we of het past. En dan geven we jou de voorwaarden, je hebt je vergunning en dan mag je vrij verkopen. Als je het eten gaat verkopen, willen we zien dat je gekeurd bent. Toch? Waar wordt het eten bereid? Toch? Al die dingen willen we doen. Wat we daarop moeten letten. Polak beseft dat niet iedereen tevreden is met dit besluit. Hij gelooft wel dat de gemeenschap het nieuwe ordeningssysteem zal begrijpen. De mensen opvoeden. Toch? Iedereen wil komen en een tafel zetten en ik verkoop iets. Nee, zo gaat het niet. Dus ik denk dat de mensen het zullen begrijpen, daarom hebben we het van tevoren bekendgemaakt. Toch? Dat als we mensen daar aantreffen die dingen langs de weg verkopen, eerst wat mijn arbeiders en vooral mijn medewerkers zullen vragen, met uw vergunning. En als je geen vergunning hebt, gaan we je opruimen. Ja. Districtscommissaris Remy Polak van Paramaribo Zuidwest. Venters die willen verkopen bij evenementen, moeten vanaf nu een vergunning aanvragen bij de DC.